Welkom in mijn Einstein Museumwinkeltje. Mokken, t-shirts, poppetjes. Ja, we kennen hem allemaal. De briljante geleerde, de verwarde haardos. Hij is uitgeroepen tot de belangrijkste persoon van de 20e eeuw. Maar het is langzamerhand een beetje een holle doos geworden. Hij is beroemd omdat hij beroemd is. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want we vergeten langzamerhand wat Einstein precies heeft bijgedragen aan ons begrip van de wereld. En er zijn eigenlijk drie redenen waarom ik hem vandaag centraal wil zetten. De eerste is dat geen ander zoveel heeft bijgedragen in onze kennis in de 20e eeuw over het allergrote en het allerkleine. Het mooie is, als je kijkt naar de grootste schaal in het heelal en de kleinste van de allerkleinste deeltjes, dat de mens letterlijk in het midden zit. En dus het is heel terecht dat we iemand als Einstein daar centraal plaatsen. De tweede is dat we via Einstein iets leren over wat het betekent om anders te denken. Om creatief te zijn, om origineel te zijn, om dwars te zijn en ook om geëngageerd te zijn als wetenschapper. En de derde reden is een hele persoonlijke. Einstein heeft 22 jaar gewoond en gewerkt in Princeton aan het Institute for Advanced Study. En voor mij geldt dat ik niet alleen als natuurkundige figuurlijk, maar ook letterlijk iedere dag in zijn voetsporen loop. Einstein is bij verre de bekendste inwoner van Princeton. Maar omdat hij zelf op geen enkele manier verafgoding wou, is er heel weinig officieels wat aan hem herinnert. Maar misschien is dat wel het grootste monument voor hem. Dat er geen monument is. Zijn leven was heel erg klein. Hij had een vast ritueel van 's ochtends rustig van zijn huis naar het werk lopen en dan 's avonds weer terug. Vaak alleen. Ik denk dat het instituut eigenlijk sinds de jaren 30 niet veel veranderd is. Het ademt ook nog dezelfde sfeer. Ik denk dat als je natuurkundige bent, gewoon rond te lopen op de plek waar mensen zoals Einstein hebben gewerkt, dat het gewoon een soort dagelijkse inspiratie is. Het is bijzonder te weten dat zo'n groot wetenschapper zo benaderbaar was, maar ook zo bescheiden. Dat motiveert je om ook heel erg eerlijk te zijn in je eigen onderzoek. En ook ja, misschien niet bang te zijn grotere vragen te durven stellen. Het is eigenlijk zijn bijdrage aan de wetenschap die het grote monument is waar we hier omheen vergaren. Ja, wat was die wereld waar Einstein in kwam? Hoe zag die wereld voor Einstein eruit? En dat was een wereld die getekend was door de moderne wetenschap. En als er één iemand die centraal was in het bouwen van die moderne wetenschap, dan was het Isaac Newton. Misschien wel het grootste genie dat ooit heeft geleefd. Newton was trouwens een eenvoudige boerenzoon, had een hele moeilijke jeugd, was een slechte leerling. Toen hij naar de universiteit ging, volgde hij nauwelijks colleges. Hij was narig, eigenwijs, dwars, jaloers. Maar toch heeft iemand gezegd dat hij eigenlijk de gelukkigste man in de geschiedenis van de mensheid moet zijn. Want maar één iemand kan als eerste ontdekken wat het systeem van de wereld is. En dat systeem van de wereld heeft hij vastgelegd in dit boek, de Principia. De wiskundige principes van de natuurwetenschap. Hier ligt trouwens een eerste druk, uitgeleend door de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen aan het Teylers Museum. Maar er zijn maar een paar honderd van bekend. Zo'n eerste druk is gauw een paar ton waard. En in dit boek legt hij uit via wiskundige principes hoe je kon uitrekenen hoe de natuur ging. Hij liet zien dat er natuurwetten waren. Wetmatigheden die absoluut zijn, waar iedereen en alles zich moet aan vasthouden. En dat je als je die wetmatigheden doorhebt, dat je die krachten kent, in bijzonder de zwaartekracht, kan je bepalen hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. Niet alleen de hemellichamen, maar alles om ons heen is als het ware een prachtig klokwerk. Ik heb hier deze geweldige klok staan, die
tijdens het college rustig doortikt. En dat is eigenlijk een metafoor hoe Newton de wereld zag. Een uurwerk wat tikt en tikt en tikt en waar je als het ware niets aan kan doen. In de 19e eeuw, de eeuw waarin Einstein geboren werd, zag je dat overal om je heen. Je had elektrische trams, je had grote stoomtreinen, je had grote industrialisatie met fabrieken. En Einstein werd geboren op 14 maart, Pi-dag, 1879, in een Joods gezin. Zijn vader was een elektrotechnisch ingenieur. En daar zien we eigenlijk wel weer een soort patroon. Als jongen was hij dwars, creatief, serieus. En hij beschrijft zijn eerste jeugdervaring met de wetenschap. En dat is als hij op 4-5-jarige leeftijd een kompas krijgt. En hij kijkt naar dat kompas en net zoals wij allemaal verbaast hij zich erover dat dat wijzertje altijd naar het noorden wijst. Maar dan ziet hij het volgende. Als ik met dat kompas door de ruimte heen beweeg, dan is er iets onzichtbaars wat dat naaldje steeds dezelfde kant op doet gaan. Er is een soort veld in de ruimte, nu zouden we zeggen het magnetisch veld, dat je niet kan zien, maar er wel is, een enorme invloed heeft. En dat blijft bij hem. Maar dit soort ervaringen kan hij eigenlijk niet goed kwijt op school. Hij is een eigenwijze leerling, maakt ruzie met docenten. En hij heeft zelf befaamd gezegd, het enige wat mijn leren heeft verstoord is mijn opleiding. 2 jaar voor zijn eindexamen besluit hij van school te gaan. Als zijn ouders naar Italië verhuizen. En toelatingsexamen te doen voor de Technische Universiteit in Zürich in Zwitserland. Als dat uiteindelijk lukt, want zijn grote hobby is de wiskunde natuurkunde. Hij vindt niks moois om na schooltijd wiskunde natuurkunde boeken te lezen. Als hij dan eindelijk op de universiteit is, dan is hij weer eigenwijs, dwars. Hij volgt maar weinig colleges. En hij eindigt als laatste van zijn klas. Al zijn vrienden krijgen banen aangeboden in de wetenschap, maar Einstein niet. Hij stuurt zogeheten bedelbrieven naar allerlei plekken in de wereld. Heb je misschien een baan voor mij? Maar er wordt hem niks aangeboden. En uiteindelijk is hij heel verguld dat hij wordt aangenomen als ambtenaar derde klasse op het patentbureau in het octrooibureau in Bern. En dat is maar goed ook, op dat moment heeft hij al een gezin. Hij is getrouwd met zijn Mileva, die hij als studenten tegenkwam op de universiteit. Ze zullen uiteindelijk 3 kinderen krijgen, waarvan het oudste kind, hun dochtertje, niemand weet wat dat precies mee afgelopen is. Maar daar op het patentbureau heeft hij uiteindelijk tijd om iets te doen wat hij altijd wil, namelijk nadenken over de natuurkunde. En daar, op dat moment, doet hij iets wat Einstein absoluut uniek maakt. Als u mij vraagt, wat is nou het geheime wapen van Einstein? Wat is de magische ingrediënt? Wat is de sleutel waarmee hij deuren weet te openen die anderen niet weten openen? Dan zijn dat geen ingewikkelde berekeningen. Dat zijn geen ingewikkelde formules. Voor hem is het de fantasie en de verbeelding. Zijn geheime wapen is het gedachte-experiment. Je fantaseert in je hoofd wat er gebeurt. En dit college ga ik met u een paar van die gedachte-experimenten doen. We kunnen het hier in de studio als het ware nabouwen. En dat begon al op 16-jarige leeftijd. Einstein heeft gezegd, toen hij 16 jaar was, toen vroeg hij zich af, als ik een lichtstraal zie, zou ik met die lichtstraal mee kunnen fietsen? Wat zou er gebeuren als ik met een lichtstraal mee fiets? Kan ik uiteindelijk de lichtstraal inhalen en zie ik die lichtstraal dan stilstaan? Nou, dat verschijnsel kennen wij allemaal als we aan de zee spelen. We proberen mee te zwemmen met de golf en op het moment dat we dat doen, dat ons dat lukt, dan lijkt inderdaad die golf stil te staan. We weten, snelheid is relatief. Dat geldt in het bijzonder als u wel eens in de trein staat te wachten op het perron en er staat een trein vlak naast. Dan op een gegeven moment gaat die trein wegrijden of bent u het zelf, je bent even in de war. Welke van de treinen rijdt nu? Nou, ik heb hier mijn eigen treintje. Dit is een eigen treintje wat we hier hebben gebouwd. En dat kan ik laten bewegen, dus ik kan hier gewoon even keurig netjes een stukje. Dus nu rij ik, duidelijk. Maar ik heb eigenlijk mijn eigen dashboardcamera hier. Dus nu kunnen we even overschakelen naar mijn eigen camera. En dan ziet u daar, als u in de beelden kijkt, dat er helemaal niets gebeurt. Ik zit gewoon hartstikke keurig stil. Dus iedere gebeurtenis kunnen we vanuit 2 perspectieven bekijken. Vanuit uw perspectief en uit mijn perspectief. Laat ik gewoon eens even een stukje rijden vanuit mijn perspectief. Hé, er komt iets door het beeld vliegen. Een vliegtuigje.
Maar je ziet het wel, als we nu overschakelen naar uw camera, dan hangt dat vliegtuigje gewoon stil en ben ik het die beweeg. Een heel simpel principe, maar dit is wel het principe van de relativiteitstheorie. Maar hoe zit dat nou met het licht? Als ik een lichtstraal neem, dan heb ik één probleem, want zo'n lichtstraal gaat enorm hard. De snelheid van het licht is 300.000 km per seconde. Dat wil zeggen, in één seconde, 7,5 keer rondom de aarde. Een dikke seconde naar de maan en 8 minuten naar de zon. En jaren naar de dichtstbijzijnde sterren. Het waren dan ook sterrenkundigen die voor het eerst door hadden dat het licht met een eindige snelheid ging. Hoe kunnen we nou in godsnaam dat licht inhalen? Nou, het bijzondere is, zonder dat u door heeft, bent u aan het bewegen. Op dit moment draait de aarde om haar as. De aarde draait ook nog eens een keer om de zon. En het hele zonnestelsel vliegt door de ruimte. Met een enorme snelheid. Wij vliegen nu zonder dat we het doorhebben, met een snelheid van bijna 400 kilometer per seconde door de ruimte. En wat je dus kan doen, en dat werd gedaan in de tijd toen Einstein nog op school zat, je kan proberen het licht te meten, de snelheid van het licht, in de richting waarin de aarde beweegt en tegen de richting in. En kijken of dat een verschil uitmaakt. En natuurkundigen vonden iets heel erg bijzonders. Ongeacht van welke richting ze keken, hoe ze ook maten, er kwam steeds hetzelfde uit. Steeds die 300.000 kilometer per seconde. Hoe kan dat? Dit is een moment waar je als natuurkundige een keuze hebt. Dit accepteer je wel of niet. Bij iedere eerstejaars natuurkundestudent is dit het moment dat ze eigenlijk een koud glas water in het gezicht krijgen gegooid. Dit is een soort bootcamp voor natuurkundigen. Heb je het in je, wat Einstein in zich had? Durf je naar de overkant te springen? Durf je dit te accepteren? Of blijf je aan de andere kant staan? Einsteins collega's zeiden van, hey, dat is niet eerlijk. Jij begint waar wij wouden eindigen. Maar hij zei, nee, ik accepteer dit. Ik ga het bouwwerk van de natuurkunde veranderen. Want het is duidelijk, als je dit gaat doen, als je met de snelheid gaat spelen, dat hele klokwerk van Newton in elkaar gaat storten. En ergens gaat er iets het begeven. En Einstein had door hetgene wat het begeeft, is Newtons grote regisseur. We horen hem hier tikken. Tik voor tik. De tijd. Einstein zei, we denken op de verkeerde manier over de tijd. En dat kan ik weer illustreren met een gedachte-experiment. Einsteins beroemde gedachte-experiment ging over een trein. En hier zit mijn treintje. Een trein met twee klokken. Eentje aan de achterkant en eentje aan de voorkant. En hij zei, laat ik eens kijken hoe ik die twee klokken gelijk kan zetten. En dat kan ik heel mooi doen door in het midden van mijn coupé een lichtflits af te laten gaan. Hier ziet u de lichtflits. Het licht gaat naar links en naar rechts. En op het moment dat het links en rechts aankomt, dan laat ik de klokken beginnen. En die twee klokken lopen nauwkeurig netjes gelijk. Er is geen enkele manier verwarring wat het betekent om gelijk te lopen. Maar zei Einstein, stel je voor dat we dat treintje nu eens laten rijden. Wat gebeurt er dan? Hoe ziet eruit van het perspectief van u als u naar mij kijkt terwijl ik door het beeld rijd? En dan moet u zien, er gebeurt er iets heel vreemds. Ik zal even goede vaart maken. Het is duidelijk dat deze hand, de achterkant van de coupé, veel eerder bij het licht komt. Want dat als het ware gaat naar het licht toe en die andere gaat van het licht af. Nog een keer. Wat is de conclusie, en laat u dat even tot u inzinken, dat als u kijkt naar een rijdende trein, de tijd aan de achterkant en de voorkant van de coupé niet gelijk lopen. Achter loopt de tijd voor en voor loopt de tijd achter. Einstein zei zoiets heel simpels als zeggen dat twee dingen tegelijkertijd gebeuren, is relatief. Het is maar afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Iets wat we totaal niet kennen uit de dagelijkse ervaring. Op dit moment moet het bij u gaan duizelen. Ik hoop dat dat gelukt is. En de aard van het hele college om nog meer in de war te raken. Maar Einstein volgde die redenatie door. Hij zei, als dat zo is, dan nog iets anders aan de hand. De aard van de tijd zelf verandert. Laten we eens kijken als we een klok aan boord nemen. En ik heb hier een hele simpele klok.
Deze klok bestaat uit een lichtbundeltje wat op en neer gaat, zeg maar tussen twee spiegels. Zo simpel heen en weer. Iedere seconde één keer op en neer. Heel simpel. Wat kan er eenvoudiger zijn? En als ik even voor mijn eigen cameraatje kijk, dan ziet u dat keurig netjes op en neer gaan. Niks aan de hand. Maar, zei Einstein, hoe ziet dat er nou uit vanuit uw perspectief? Kijk eens heel goed wat u ziet. Als u goed kijkt, ziet u dat ik een soort zigzagbeweging maak. Dan gaan we nog een keer. In wat voor mij aan boord 1 seconde is om op en neer te gaan, ga ik hier een veel grotere afstand. Zeg maar 2 keer zo groot. Dat betekent dat mijn seconde voor u 2 seconden lang duurt. Dat betekent dat iedere keer als ik een stap zet, dat het maar voor de helft, dat het 2 keer zo langzaam gaat. Ik beweeg in slow motion. Mijn tijd loopt langzamer. En dat was de conclusie die Einstein had. Hij concludeerde dat iemand die beweegt, daarvoor loopt de tijd langzamer. Dat kan je ook uitrekenen, daar had hij een prachtige formule voor. En die formule zegt dat als ik nu een rondje, een uurtje in het park ga joggen, dat ik ongeveer 1 biljoenste seconde jonger ben geworden. Heel erg gezond. En hij zei, je kan het volgende experiment doen. Het heet de tweelingparadox. 2 tweelingbroers, 1 wordt opgeleid tot astronaut. Hij gaat in een raket, die schieten we weg. Met een enorme vaart, bijna met de lichtsnelheid, gaat hij een jaar rondzoeven door het heelal. Komt terug, stapt uit. Er staat een oude man met een grote grijze baard. En dat is een tweelingbroer die 50 jaar ouder is geworden. Als u zegt het is science fiction, ga naar de grote deeltjesversneller in CERN. De deeltjes die daar rondzoeven, hun tijd gaat 1000 keer langzamer dan de onze. Als wij allemaal rond konden draaien in CERN met die snelheid, dan konden we makkelijk 80.000 jaar worden. Nou zul je misschien zeggen van ja, dat is allemaal wel mooi voor elementaire deeltjes, maar wat heb ik eraan? En dan vraag ik eigenlijk, kijk even naar uw telefoon. U maakt waarschijnlijk vaak gebruik van de GPS hier, om de weg te vinden. Die GPS die communiceert met satellieten die rond de aarde draaien. Die satellieten hebben een flinke snelheid. Als Einsteins theorie er niet was, als we dat niet zouden begrijpen en daarvoor konden corrigeren, dat zou binnen 1 dag... uw GPS al een fout hebben van 10 kilometer. En na 2 dagen 20 kilometer, na 3 dagen 30 kilometer. Dus het is een absolute cruciale ontdekking. Nou, dit allemaal bedacht hij in de eerste paar maanden op het octrooibureau. I've got the answer. Really? You figured out the graphene problem? No, I'm still hopelessly stuck on that. But I figured out how to figure it out, Einstein. Yeah, I'm gonna need a little more. Albert Einstein. Keep going. When Albert Einstein came up with special relativity, he was working at the patent office. So you're gonna go work at the patent office? Don't be absurd. That's in Washington. I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task, freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background on my problem. Sounds like a great plan. Of course it is. Even talking to you is sufficiently menial that I can feel the proverbial juices starting to flow. Okay, well, thanks for sharing with us. Het was inderdaad een hele inspirerende omgeving. Die relativiteitstheorie die ik u net iets van heb laten proeven, schreef in het jaar 1905, en dat wordt zijn wonderjaar genoemd. Want in hetzelfde jaar had hij nog 4 andere briljante ontdekkingen. Bijvoorbeeld de formule ESMC-kwadraat, die onze relatie tussen energie en massa veranderde. Hij liet zien dat materie bestond uit moleculen en dat licht bestond uit lichtdeeltjes. Het is eigenlijk niet voor te stellen dat iemand een betere introductie in de wetenschap heeft. Er volgde dan ook een oorverdovende stilte. Niemand reageerde erop, want dit was een onbekende man die niet eens aan een wetenschappelijke instelling was verbonden. Het is eigenlijk alleen de absolute top van de wetenschap die doorhad dat daar een heel bijzonder man zat met hele bijzondere ideeën. En één van deze paar befaamde geleerden was de Nederlandse natuurkundige Hendrik Lorentz. Nou heeft Einstein ook een bedelbrief aan Leiden gestuurd in 1902, toen hij afstudeerde. Zelfs met een geadresseerde en antwoord envelop. Die ligt hier nog steeds. Een prachtige, allemaal wat hier ligt is van het museum
Boerhaven in Leiden. Maar ondanks dat was Lorenz al heel snel in contact met Einstein. Einstein gebruikte trouwens Lorenz' formules. Die formules hoefde hij niet eens meer zelf te bedenken, die waren al geschreven. Hij durfde ze alleen te interpreteren op de nieuwe manier. Lorenz werd zijn mentor, het werd zijn vriend en het werd ook zijn held. Einstein zei dat in zijn leven er niemand is geweest die van grotere betekenis is geweest dan Lorenz. Hij noemde hem een levend kunstwerk. Lorenz was een staatsman. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog was hij eigenlijk de enige die in staat was de oorlogvoerende partijen bij elkaar te brengen. De wetenschappers van die oorlogvoerende partijen. En Duitse en Franse en Engelse natuurkundigen weer in symposia en conferentie bij elkaar te brengen. In Nederland werd hij vooral beroemd en een nationale held toen hij de wetenschappelijke leiding van de bouw van de afsluitdijk op zich nam. En toen hij in 1928 overleed, was het ook een gebeurtenis van wereldbetekenis. Natuurlijk waren alle grote geleerden daar, in bijzonder natuurlijk ook Einstein, we zien hem hier even kort in beeld lopen. Maar er waren wel 100.000 mensen op de been die allemaal de laatste eer aan deze grote geleerde wouden bewijzen. Heel symbolisch, het telefoon- en telegraafverkeer werd even stilgezet, dus de tijd stond eigenlijk ook even stil. Einstein stond echter niet stil. Hij bleef door nadenken over ruimte en tijd. Ja, ruimte en tijd, alles was in verwarring gebracht. Wat is nu de nieuwe manier om daarover na te denken? En hij zei eigenlijk van ja, we moeten iets nieuws doen. En om dat uit te leggen wil ik met u even een experiment doen. Ik wil een gebeurtenis laten plaatsvinden die u zich straks nog kunt herinneren. Dus ik heb hier een plankje met een spijker en een ballon. Dus telt u even mee af. 3, 2, 1. Heel duidelijk gedefinieerd moment. De ballon knapte. Maar ja, het is nu al in het verleden en terwijl ik doorpraat, raakt die gebeurtenis het verder en verder uit zicht. Dat is de verkeerde manier om erover na te denken, zei Einstein. We moeten eigenlijk meer denken, wat u misschien wel kent, een flipboekje. Dit zijn plaatjes en als ik die plaatjes achter elkaar door laat gaan, dan zie ik dat daar het balletje van rechts, van links naar rechts gaat. Kijk. De plaatjes liggen op elkaar, één voor één in de tijd. Laten we even naar een film kijken van wat u net zag. Even in slow motion de ballon zien exploderen. Daar komt hij. Daar is het moment. En daar zijn de restanten. Wat Einstein zei is, denk aan die filmbeeldjes en leg ze op elkaar. De een naar de ander. Dat hebben we hier geïllustreerd. U ziet het eerste plaatje, wat het eerst in de tijd is genomen, ligt onderop. En terwijl we omhoog gaan, ik kan hier met een trapje lopen. En dan zie ik hier nog de ballon. Hier raakt hij de naald. Hier explodeert hij. En hier is de toekomst van die explosie. U ziet dat ik eigenlijk omhoog in de tijd loop. En ik kan weer omlaag naar beneden. Einstein zei, neem al die plakjes ruimte, leg ze op elkaar en maak er iets moois, iets nieuws van. De ruimte-tijd. En dan ziet u de hele geschiedenis in één keer voor u. Van het allereerste begin tot het verste einde. Dat is hoe een natuurkundige naar de wereld kijkt. Alle momenten tegelijkertijd. En hij zei ook van, ja, wat betekent het om iets te zien op een bepaald moment, wat u nu ervaart, onze bewustzijn, is eigenlijk één plakje uit die ruimte-tijd. En ik kan er één plakje uittrekken, maar je kan hem ook dwars doorsnijden. En op die manier, op andere manieren, de ruimte en tijd ervaren. Nou, op dit moment gaat het misschien een beetje duizelen. Dat hoop ik eerlijk gezegd. Want hoe stellen we ons dat voor? U weet allemaal, er zijn drie dimensies in de ruimte. Er is lengte, er is breedte en er is hoogte. Dus wat doen we nu met die vierde dimensie? Als we daar de tijd aan willen toevoegen. Met deze magie gaan we ons eigenlijk een klein beetje voelen als mieren. U weet, mieren die hun leven bevindt zich in een plat vlak. Die lopen hier over tafel. Een mier heeft geen idee wat er gebeurt als ik zo ineens van boven mijn vinger erop zet. Ik kom uit de derde dimensie. Een begrip wat ze niet kennen. Het is moeilijk voor een mier om zo'n driedimensionale kubus voor te stellen. Ik zou het ze kunnen proberen uit te leggen. Ik zou ze een bouwplaat kunnen geven, deze tweedimensionale bouwplaat.
en zeggen van plak deze twee uiteinden aan elkaar. Maar om dat te doen in een plat vlak is erg lastig. Dat kan je pas doen als je de derde dimensie ingaat. Maar weet u bent eigenlijk ook een klein beetje als een mier, als ik het zo mag zeggen. Want kijk eens naar deze driedimensionale kubus. Ziet u drie dimensies? Nou, iedereen die naar een televisiescherm kijkt, dat is hartstikke plat. Maar eerlijk gezegd, u kijkt op dit moment ook naar een scherm. U kijkt naar de achterkant van uw oog. En dat is hartstikke plat. De derde dimensie ziet u niet, die bedenkt u in uw brein. U interpreteert de beelden tot een driedimensionaal geheel. En sommigen hebben gezegd van, nou, misschien kunnen we ook wel zoiets doen met de vierde dimensie. Bijvoorbeeld, dit is een dimensie, dit is een driedimensionale bouwplaat van een zogeheten hyperkubus, een vierdimensionaal object. Dus je moet je voorstellen, je geeft het aan iemand en je zegt van, plak deze kant aan die kant. Nou voelt u zich een klein beetje als een mier. Hoe lukt me dat? Maar misschien kunnen we die vierde dimensie wel zien als we ons brein gebruiken. Dus ik wil met u nu een gedachte-experiment doen. Ik wil dat iedereen naar de volgende beelden gaat kijken en daar heel duidelijk op concentreert. En dan hoop ik dat één van u de vierde dimensie ziet. Kijkt u met mij mee. Hier is de hyperkubus. Zegt iemands brein klik? Ik denk het niet, ik zal eerlijk zijn. Niemand heeft het ooit, is het ooit nog gelukt om die vierde dimensie te zien. Ik had een collega die een jaar lang naar dit soort beelden heeft gekeken. In de hoop dat ergens iets klik zei. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het met hem afgelopen is, maar hij heeft niet de vierde dimensie gezien. Maar dat beeld van ruimte en tijd, samengemaakt tot vier dimensies, dat is fascinerend. Het was fascinerend in Einsteins tijd. Kunstenaars in die tijd probeerden dat vast te leggen. Ze probeerden eigenlijk in een tweedimensionaal vlak van een schilderij die vierde dimensie te tekenen. Het kubisme. Picasso, waar je al die verschillende aangezichten tegelijkertijd ziet. Het was iets wat absoluut fascineerde. En eerlijk gezegd, dat geldt nog steeds. De vierde dimensie is nog steeds iets wat mensen bezighoudt. En ik wil u nu een fragment laten zien van een oude Amerikaanse televisieserie, The Twilight Zone. En hier zien we ouders die hun dochtertjes zijn kwijtgeraakt en de hulp inroepen van een natuurkundige. What are you looking for? The opening, maybe. The opening to what? I'm not sure, Ruth. If it's what I think, it's kind of a gap opening on another dimension. Probably the fourth dimension. No. Tina. Tina, take my hand. Chris, don't. My hand, honey. Take a hold of it. Can you hear me? Tina? Veilig terug in de derde dimensie, zoals wij hier allemaal. In 1912 bereikt Einstein de wetenschappelijke top. Hij wordt hoogleraar in Berlijn, het centrum van de macht van de wetenschap. En daar gaat hij nadenken over de zwaartekracht. Nou weet u natuurlijk, zwaartekracht was dé grote prestatie van Newton. Het staat hier allemaal in zijn Principia beschreven. Newton was de eerste die begreep waarom de maan niet naar beneden viel. Zijn antwoord was namelijk, hij valt naar beneden. Als ik deze appel laat vallen, gaat hij recht. Maar ik kan hem gooien. Als ik hem maar hard genoeg gooi, met iets van 28.000 km per uur, dan zal de appel vallen en langzamerhand naar beneden gaan en met de buiging, de ronding van de aarde meegaan en in een baan rondom de aarde komen. Dus ook de maan valt. Einsteins idee begon weer met een gedachte. Hij noemde het zelfs de gelukkigste gedachte uit zijn leven. Hij keek naar werklui die op een dak aan het werk waren en vroeg zich af, wat gebeurt er met ze als ze naar beneden vallen? En hij realiseerde zich dat hij een manier had gevonden om de zwaartekracht uit te schakelen. Hij wist dat hij deze appel kon laten zweven boven zijn hand. Ik ga het even voor u illustreren. Ik heb hier een keukentrapje. Ik klim omhoog. En let heel erg goed wat er gebeurt met de appel en mijn hand. Ik ga springen. Op het moment dat ik spring, hangt die appel stil boven mijn hand.
Dat kennen we eigenlijk allemaal. Nu kunt u gewoon een vlucht boeken in een vliegtuig dat naar beneden duikt. En dat wordt gebruikt door astronauten. Astronauten gebruiken dat om te oefenen voor de gewichtloosheid. Die buitelen daar vrolijk rond in een vrije val. Zero gravity. En dus inderdaad, zwaartekracht hoef je helemaal niet te verklaren als je valt. Wie iemand die wat moet verklaren is die stil zit. Nou, vanuit het perspectief van de appel zoeven wij allemaal omhoog. Harder en harder en harder. U weet allemaal hoe het voelt als u in een vliegtuig zit wat versnelt. Dan wordt u achter in uw stoel gedrukt. Dat is precies dezelfde gevoelens die u nu voelt. U voelt zich in uw stoel drukken. Dat komt omdat u ten opzichte van die vallende appel omhoog aan het gaan bent. Dat is eigenlijk, daarmee verklaarde Einstein de zwaartekracht op een hele elegante manier. Hij zei eigenlijk, iedereen die valt, die gaat rechtuit. Goed, kunt u dan zeggen, maar hoe zit het dan met die maan? Als die maan valt, waarom valt die dan in een boogbeweging? Ja, daar had Einstein een nieuw idee en ik wil benadrukken hoe radicaal dat was. Hij had de tijd veranderd, hij ging nu ook de ruimte veranderen. Wij denken over ruimte na als een soort decor waar alles plaatsvindt. Prachtig recht vlak. Einstein zei, laten we nu eens over nadenken dat deze ruimte vervormd kan worden. Dat ik deze ruimte kan indrukken, kan uitduwen en dat het een soort berglandschap kan zijn. Wat betekent het om rechtuit te gaan in een berglandschap? Als u aan een bergwandeling aan het maken bent, iemand zegt van, het is, de volgende hut is rechtuit. Dan weet u eigenlijk wel wat bedoeld wordt. U gaat naar beneden en omhoog, langs een bepaalde weg. Einstein zei nee, de ruimtetijd wordt op dezelfde manier vervormd. Als ik bijvoorbeeld de aarde leg in de ruimte, dan is het niet langer vlak, maar gaat een buiging veroorzaken. En dan kan ik de maan daar gewoon rechtuit aan laten gaan. U ziet, hij gaat keurig netjes rondjes draaien. Hier, de aarde en de maan keurig netjes met deze trampoline geïllustreerd. Dat heeft trouwens, om te zien hoe idioot die theorie is, direct een hele grappige consequentie. Als wij, terwijl we stilzitten, eigenlijk aan het bewegen zijn, dan moet ook onze tijd dus veranderen. Einstein zei, het maakt uit of u op de laagste of op de hoogste verdieping van een flatgebouw woont. Op de laagste verdieping gaat de tijd ietsje langzamer dan op de hoogste verdieping. En het feit dat de zwaartekracht aangrijpt op de tijd als u op de hoogste verdieping van een flatgebouw woont, dat is eigenlijk heel mooi geïllustreerd met het filmpje wat we nu gaan zien van Harold Lloyd, gemaakt in Einsteins tijd in 1923. Dit meesterwerk, zijn algemene relativiteitstheorie, maakt Einstein wereldberoemd. Hier ligt trouwens de pen, ook uit het Boerhavenmuseum, waarmee hij daadwerkelijk die theorie heeft geschreven. En als u ooit wil weten wat de belangrijkste formules zijn, staat u hier op mijn das. RIK is nul. Een prachtige, elegante formule die dit allemaal in één wiskundige betekenis samenvat. Op het moment dat aangekondigd wordt dat experimenten hebben bewezen dat zijn theorie waar is, in november 1919 wordt Einstein inderdaad een wereldster. Er komt een totaal andere fase in zijn leven. In plaats van de introverte geleerde wordt er iemand die over de hele wereld reist, die overal gezien wordt en hij omarmt eigenlijk ook die publieke rol. Hoewel hij wel gezegd heeft, naarmate ik beroemder word, word ik dommer. En zullen vast andere mensen aan dat verschijnsel geleden hebben. The greatest scientist of Germany in the greatest city of the world. Dante, I'm delighted. I'm delighted. Voor de wonderbare ontvangst die ze mij bereid hebben.
Einstein wordt natuurlijk ook bekend in zijn eigen Duitsland. Dit is de voorkant van de Berliner Illustrierte. Uit december 1919, een paar weken na de bekendmaking van zijn theorie. En daar staat ondergeschreven: Ein neue Größe der Weltgeschichte. Een nieuwe grootheid in de wereldgeschiedenis. Het zal je maar gezegd worden. Maar tegelijkertijd met de faam komen ook de problemen. Er zijn stemmen in Duitsland die zeggen van ja, dat is wel heel erg theoretisch wat je doet. Dat is wel een soort typisch Joodse wetenschap. Dat is geen Duitse wetenschap. Dat is niet experimenteel en eenvoudig in te zien. En er worden massabijeenkomsten georganiseerd tegen zijn theorie. Einstein vreest ook voor zijn leven. En hoewel zijn collega's hem manen nou niet daar al te sterke uitspraken over te doen, laat hij zich niet tegenhouden. Hij wordt een spreekbuis tegen het antisemitisme, tegen de nazi's en voor de vrijheid. It cannot be my task today to act as judge of the conduct of a nation which for many years has considered me as her own. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur and no Lisa. En we denken natuurlijk allemaal erbij en geen Einstein. In 1933, als Hitler aan de macht komt, moet hij Duitsland ontvluchten. En hij wordt de eerste hoogleraar aan het nieuw opgerichte Institute for Advanced Study in Princeton. En vele Duitse collega's zouden hem volgen. Op dat moment verschuift het zwaartepunt van de wetenschap van Duitsland, van Berlijn en Göttingen en alle grote universiteiten naar Amerika toe. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen, spannende ontwikkelingen in de wetenschap. Zijn de dagen dat de kwantumtheorie, de kennis van de kleinste deeltjes, van atomen, moleculen en van kernen, bekend wordt. En die kwantumtheorie, mensen weten dat vaak niet, ook daar heeft Einstein het startschot gegeven. In datzelfde wonderjaar in 1905 liet hij namelijk zien dat licht een bijzondere eigenschap heeft. Als ik een lichtbundel heb en ik draai die lichtbundel terug, dan zei Einstein, het is een klein beetje als een kraan. Als u een kraan dichtdraait, dan langzamerhand wordt het straaltje klein en dan gaat het druppelen. Losse luchtdruppeltjes, waterdruppeltjes. En op dezelfde manier zijn er lichtdruppeltjes, lichtdeeltjes, kwanta. En als zo'n lichtdeeltje valt op een atoom, dan kan het een elektron losschieten die daarna gaat rondzwemmen en een elektrisch stroompje gaat maken. Het is deze hele praktische ontdekking waarvoor Einstein in 1921 de Nobelprijs krijgt. Maar ik hoop dat je het met me eens bent, hij zou wel 5 Nobelprijzen hebben verdiend. Dit is trouwens ook weer een effect wat in uw mobiele telefoon iedere dag gebruikt wordt. Op het moment dat u een foto maakt met uw telefoon, dan worden de lichtdeeltjes die invallen op de telefoon omgezet in kleine elektrische stroompjes. Die helpen het lichtbeeld op te slaan en daarna ook weer verder uit te stralen. Het is dus een heel praktisch iets. Ook al was het een grote ontwikkeling, de kwantumtheorie, Einstein was daar niet de leider van. Dat was zijn grote vriend en collega Niels Bohr. Die had een hele menigte jonge, enthousiaste fysici om zich heen. En Einstein vond dat allemaal zo wat ze deden. Want namelijk in de nieuwe kwantumtheorie zat een element wat hij absoluut niet kon hebben. Die kwantumtheorie deed geen precieze uitspraken. Die kon alleen maar zeggen wat de kans was dat iets gebeurde. En dat was een fundamentele tegenspraak met zijn diepste intuïtie, die hij trouwens helemaal gemeen had met Newton, dat de wereld voorspelbaar is. De wereld bestaat uit een keten van oorzaken en gevolgen. En in principe ligt alles vast en moet je als natuurkundige kunnen uitrekenen hoe de geschiedenis van de wereld eruit ziet. Hij deed de befaamde uitspraak: God dobbelt niet. Met die kwantumtheorie kwam trouwens ook een ander element van zijn eigen werk naar voren. En dat is zijn meest beroemde formule. E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Ja, wie durft nog iets te zeggen als de meester het zelf heeft uitgelegd?
energie en massa kunnen worden, in elkaar worden omgezet. Het is een soort wisselkoers die ervoor zorgt dat, omdat die lichtsnelheid zo enorm groot is, dat een kleine hoeveelheid massa inderdaad een grote hoeveelheid energie geeft. Als ik één zoutkorreltje neem hier, is dat genoeg, als het dat in pure energie zou omzetten, om een jaar lang een auto van te kunnen rijden. En als ik me nu zou opofferen en mezelf helemaal in energie zou willen laten omzetten, dan kan ik de Verenigde Staten een jaar lang van energie voorzien. Maar die formule, ESMC-kwadraat en de persoon Einstein zijn natuurlijk voor eeuwig en altijd verbonden met de atoombom. In de atoombom, de allereerste atoombommen, ging een hoeveelheid massa te grootte van een kleine druif om in energie. Dat betekent trouwens niet dat die atoombom zo klein was. Het betekent alleen maar dat dit de hoeveelheid materie is die kwijtraakte in de explosie. Einstein zal voor altijd aan de atoombom verbonden blijven, ook omdat hij de eerste brief schreef aan president Roosevelt om de Amerikanen aan te sporen dit wapen te ontwikkelen en het niet in de handen van Hitler te laten vallen. En na de Tweede Wereldoorlog kwam de maker van de atoombom, Robert Oppenheimer, naar zijn eigen instituut en werd daar zijn directeur. This is a brief report on the work and purpose of the institute as seen through the eyes and mind of one man. Its director, Dr. J. Robert Oppenheimer, a physicist. And Professor Einstein is still here too, isn't he? Oh, yeah, indeed he is. He is one of the most lovable of men. Does he ever call you up on the telephone? Sometimes. I think he calls me when he reads in the newspapers something about me that he doesn't like, and he calls me up and says, that's all right, that's just right. Er was heel veel in de kranten in die tijd. We zitten midden in de Koude Oorlog, wat Einstein niet beviel. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog de grote voorvechter van de vredesbeweging en probeerde met man en macht de ontwikkeling van nog erger kernwapens zoals de waterstofbom tegen te houden. We scientists who released this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atom. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree. Op 18 april 1955 overlijdt Einstein. Op 76-jarige leeftijd is de grote natuurkundige en filosoof professor Albert Einstein overleden. De in Duitsland geboren Joodse geleerde, die de grondlegger was van de relativiteitstheorie, vestigde zich na de komst van de nazi's in Amerika. Einstein was een hele bescheiden man. U kunt nergens zijn graf vinden, er zijn geen grote monumenten. Maar zoals deze prachtige cartoon uit die tijd illustreert, vanuit de hemel is zijn naam overal te zien. Albert Einstein lived here. Op dit moment is in de moderne natuurkunde overal de impact van Einsteins ideeën te zien in het heelal. En laat ik u twee voorbeelden geven. De eerste is even terug naar de zwaartekracht. Ik kan deze appel omhoog gooien, maar uiteindelijk valt hij op aarde. Als ik hem maar hard genoeg gooi, in dit geval met 40.000 km per uur, dan kan ik deze appel naar de maan en verder gooien. Hij kan ontsnappen aan de aarde. Als ik het zwaartekrachtveld groter maak door de aarde in te duwen, wordt dat steeds moeilijker. Op een gegeven moment, als de aarde ongeveer zo groot zou zijn als deze kogel, maar natuurlijk evenveel zou wegen als de hele aarde, dan wordt de ontsnappingssnelheid groter dan de lichtsnelheid. Dat wil zeggen, als ik een lichtstraal zou nemen, dan zou het licht terugvallen op de aarde. Niets kan ontsnappen. De aarde zou pikzwart zijn. Het zou een zogeheten zwart gat zijn geworden. En zwarte gaten hoorden in Einsteins theorie. Wat hij zei, als je die ruimte neemt en je legt er iets erg zwaars in, zoals bijvoorbeeld deze bowlingbal, en ik laat hem hier een los, dan krijg je zo'n diepe put, een onmetelijk diepe put, waar niets meer uit kan wegklimmen. Nou, in zijn tijd waren zwarte gaten iets in zijn formules voorkwamen in een science fiction boekje. Niemand had er één gezien. Hoe anders nu? Op dit moment zien sterrenkundigen overal zwarte gaten. Zwarte gaten gevormd door sterren die imploderen, maar ook enorme grote, gigantisch grote zwarte gaten in het centrum van ons melkwegstelsel, miljoenen zonnen zwaar,
En in andere melkwegstelsels. En de materie die in die zwarte gaten valt, als een soort water in een afvoerputje, die draait zo hard rond dat daar enorme straling vanaf komt. Het zijn grote stralingswolken die honderdduizenden lichtjaren groot zijn, die groter zijn dan een melkwegstelsel zelf. Het zijn de meest gewelddadige plekken in de wereld. En dan de tweede voorbeeld. En dat is eigenlijk de grootste voorspelling die Einstein niet heeft gemaakt. Toen hij werkte aan zijn algemene relativiteitstheorie, bleek dat het heelal zelf eigenschappen had. Hij vond eigenlijk tot zijn verbazing dat de ruimte leek uit te dijen. Een uitdijend heelal. En hij begreep ook direct, als het heelal uitdijdt, dan betekent dat het in het verleden gekrompen is, dan is er een moment geweest waar alles is begonnen. En dat paste weer niet bij zijn filosofie. Dan hadden we een gevolg zonder een oorzaak. Dus bedacht hij een truc. Hij bedacht een nieuw energieveld. Een energieveld dat als het ware de ruimtetijd tegen kan houden, in zijn greep kan houden, kan voorkomen dat het gaat uitdijen. Zodat het precies gelijk blijft. En de tijd er altijd en zal zijn en altijd was. Toen bleek dat het heelal daadwerkelijk uitdijde, zei hij van ja, dit was mijn grootste blunder. Maar zelfs in zijn blunders was hij absoluut briljant. Want het blijkt, metingen van de laatste 10 jaar laten zien dat het energieveld er daadwerkelijk is. Er is een energieveld, we noemen het donkere energie. Het is iets van 70% van de inhoud van het heelal. Alleen het werkt precies de andere kant op. In plaats van de uitdijing tegen te gaan, versnelt hij de uitdijing. En uiteindelijk zal het hele heelal met 100% gevuld zijn met Einstein. En dat is denk ik eigenlijk heel erg symbolisch. Al zijn ideeën zijn overal tot in de allerverste uithoeken van het heelal te zien. En je zou gewoon wensen dat hij zelf dat kon meemaken. En wij zijn eigenlijk altijd aan hem schatplichtig. En voor altijd zullen we door zijn bril naar de wereld en het universum kijken. At Princeton lives New Jersey's most famous foreign-born citizen, Professor Albert Einstein, who helped discover the atom bomb. 1955, President Eisenhower referred to him as exemplifying the mighty creative ability. I agree. We have gathered here in Princeton. One man would shatter most of the existing theory about matter and motion. His mind was dedicated to the search for truth. He enabled man to embark at last on a total adventure. Einstein has made the universe. Dr. Einstein, who gave the world its biggest headache, helped found a new age. With a twinkle in his eye. This is the formula which summarized Einstein's theory of relativity. Very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. A theory which gained him a Nobel Prize. Is there any way out of this impasse? Albert Einstein, with his theory of relativity, used time to build a new body of universal law. Zijn kijk op ruimte en tijd, energie en massa, materie en straling, heden, toekomst en verleden blijft altijd bij ons. Albert Einstein is altijd daar in de vierde dimensie. Professor Robert Dijkgraaf. Ontzettend bedankt namens dit gehoor. Ik denk namens ontzettend veel kijkers thuis. Ik moet even aan Tommy vragen hoe lang we nog hebben. We hebben nog
één minuut. Diederik, heb je veel vragen gekregen? Ja, het ging heel goed. Mensen zijn heel erg mateloos geboeid. De belangrijkste in de laatste 40 seconden. De belangrijkste. Mensen zijn met dat tijd vertragen. De vraag. Wat zie je als je in de vierde dimensie reist? Het bijzondere is, wij reizen nu allemaal in de vierde dimensie. Dat is letterlijk wat we doen. We gaan stapje voor stapje in die stapel beelden. En dat is het merkwaardige, dat je hebt die enorme stapel. Je zou eigenlijk willen dat je in één keer de hele film kan zien. Maar dat kunnen we helaas niet. Onze tijd loopt, we doen 1 seconde. Over 1 seconde stappen we omhoog in die vierde dimensie. Dus we moeten ons eigenlijk nu allemaal voelen als een soort tijdreizigers. Mm-hmm. Stapje voor stapje omhoog. Dit was maar 1 vraag. We gaan nog even. Ik ga de kijkers thuis bedanken. Dank dat u keek. Het was live vanuit de Westergashouder in Amsterdam. De professor was er helemaal voor uit Amerika gekomen. Ik hoop dat we hier een traditie van kunnen maken. Die besprekingen voeren we later. Zeg ja. Ja. Hij zei ja. Mag ik? Wij gaan door op internet. We gaan er even weg. En als u nog geïnteresseerd bent, ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen. Ga naar dwdd.nl en dan zijn we er nog een half uurtje met Diederik als leidsman. Mag ik nog 1 keer een groot applaus voor Robert Dijk. Thank you.